Bij ons thuis vissen wij die sowieso af van de vijver. Dan kom je op grotere stockagebakken. Dat wordt per soort bijeengezet op de transportbak. En dan doen wij het gewone vervoer naar hier, per soort, per kilo. Fervente vissers kunnen hun hart ophalen in Lommel. Voortaan kunnen ze hun hobby uitoefenen in het Barrierspark. 200 kilo vis op de vijver. En dat wil eigenlijk zeggen dat het Barrierspark of het park met visvijver, zoals het jaar geleden aangekondigd is, vandaag eigenlijk helemaal klaar is. Hoeveel vissen zijn er ongeveer? Dat weet ik niet. Goed. Nee, dat kan niet inschatten. De soorten waren graskarper, gewone karper, zeelde en vorens. Wel, voor elk zo goed als 60 kilo per soort ongeveer. Dat waren allemaal bij ons gekweekt op de vijver. Ook in dezelfde gemeente, dus in Lommel ook. Dus dat maakt dat wel een beetje uniek dat wij in dezelfde gemeente mogen leveren. Dat maken we niet dikwijls mee. Deze tijd van het jaar is de ideale periode om vissen te laten wennen aan een nieuwe omgeving. De vissen moeten nu uitgezet worden omdat de vis zelf er het minste last van heeft. Omdat de temperatuur van het water is nu een graad of 5. En één keer warmer, dan krijgen ze meer beschadiging en is de slijm laag op de vis zelf te zwak. En dan gaan ze hun eigen beschadigen en dat is nu niet. Het is eigenlijk een stuk grond dat in der tijd werd gekocht van Umicore, dat gesaneerd werd en dat omgevormd is tot een parkgebied voor Lommel Barrier. Iedereen met een visvergunning mag hier komen vissen. Maar je kan hier ook gewoon een wandeling komen maken of een tochtje met de fiets. Voor de kinderen is er een speeltuin en ook aan de cultuurliefhebber is gedacht. We hebben in de tijd aan de kunstcommissie gevraagd om kunst in het openbaar domein te brengen. Zij hebben wat kunstwerken gekozen op plaatsen waar zij die vonden passen. En hier in de vijver denk ik dat ze een heel mooi kunstwerk gekozen hebben dat inderdaad perfect in de vijver past, namelijk de Paaseilandbeelden op een boot. Na het Parelstrand, de jachthaven, het kanaal en de waterskiput heeft Lommeler met het Barrierspark alweer een waterattractie bij. Maar hier zal de schepen de actie toch aan zich voorbij laten gaan. Ik ben absoluut geen visser, nee. Ik heb heel te weinig geduld, denk ik, om dat te doen. Dus laat ik zeggen dat ik eerder eens af en toe zal komen kijken naar de anderen die hier zitten te vissen.